Kiosk. Morgen start in Mechelen de 1000-kilometer-rit ten voordele van Kom op tegen kanker. In 4 dagen tijd zullen 240 ploegen van 4 of 8 renners 1000 kilometer fietsen. Johan Raggaard uit Eeklo doet het echter helemaal op zijn eentje. Ik fiets graag. Ik kan niet vlug fietsen, maar ik kan wel ver fietsen. Dus 1000 kilometer, dat is voor mij geen probleem mogen zijn, maar ja, je weet nooit, hè. En het tweede, mijn moeder is gestorven aan kanker en dat heeft een doorslag gegeven. Een ploeg is maar 4 of maar 8. Maar als je maar 4 zit, moet je maar één dag rijden. 240 kilometer. En dan is het ook gedaan. Maar dat wilde ik niet. Dus ik wilde volledig 1000 kilometer zelf rijden. Maar daarmee moest ik mij alleen inschrijven. 4 dagen 250 kilometer fietsen is niet niets. Een uitgekiende training is meer dan noodzakelijk. Hier zie je Johan op zijn fiets rollen, een digitale versie van de Ronde van Vlaanderen rijden. Ik heb veel alleen gefietst. Tot nu van 100 kilometer, 200 kilometer, 250 kilometer. Thuis op mijn tax heb ik weer gefietst. Ik heb de Ronde van Vlaanderen gereden. Dus ik zou wel goed trainen, denk ik. Voor Johan zeker was van deelname, werd hij medisch gekeurd. Hij kreeg ook de opdracht om 5000 euro sponsorgeld te verzamelen. En dat bleek de moeilijkste opdracht. Ik heb van de 30 bedrijven in Eeklo, Malden en Gent en de 5, slechts 5 maar gestort. Dat vond ik een beetje spijtig. En mijn eerste sponsor was de Lotus van Lambeke. Die heeft mij 250 euro gegeven. En toen heb ik gezegd tegen mijn vrouw, we gaan koekenverkoop houden van de Lotus. En we hebben 600 pakketjes verkocht aan 5 euro. Dat heeft samen 1335 euro opgebracht. En zo zijn we begonnen. Zoals met een spinningnamiddag in de Fitform in Eeklo. Ik heb Roger de Vlaming gecontacteerd en die is geweest. Die heeft niet gespind. Nou ja, maar waarschijnlijk ja, gezondheidsprobleem, denk ik. Maar die heeft me wel beloofd 250 euro te geven. En hij heeft me dat gegeven op 1 mei in Oudenaarde. Dat was een superklassieker. Ik ben al bijna een jaar bezig. En om duur, ja, om duur het een beetje tegensteek, maar toch. Ik zie het volledig zitten. Morgen start Johan in Mechelen. Via het Meetjesland rijdt de groep dan naar Damme, om vervolgens terug te keren naar Mechelen.